Met Decozijn raamdecoraties en horen haal je maatwerk in huis. Passend bij jouw woonstijl en naadloos aansluitend op het kozijn van je raam of deur. Wij maken jouw product perfect op maat. In deze video helpen we je om de juiste maten te bepalen. Want als je weet waar je op moet letten, is het meten makkelijk. Volg de instructies stap voor stap en dan klopt het altijd. Dit is een inmeet- en instructievideo voor een originele plissé-hoordeur. Zorg dat je het volgende gereedschap klaar hebt liggen. Een boormachine met een 5 mm boordje en een kruisschroefbitje. Een ijzerzaag, een meetlint en een potlood. Meet met een rolmaat de breedte van de deurpost naar deurpost. De balken langs het gat van de deur. Doe dit op twee plaatsen. Meet de hoogte van de bovenkant van de deurpost tot aan het laagste punt op de onderdoorpol. Heb je een schuine doorpol, meet dan het hoogste punt aan de schuine zijde en geef bij je bestelling aan dat je een schuine onderdoorpol hebt. Voer nu alle gegevens in en bestel je plissé-hoordeur. Je ontvangt van ons een orderbevestiging met een geschatte levertijd. Wij bezorgen de producten bij jou thuis. Al onze producten zijn zorgvuldig verpakt en 100% maatwerk. We starten nu met de montage van de plissé-hoordeur. Ontvet vooraf de plaatsen waar de plissé-hoordeur gemonteerd wordt met het meegeleverde reinigingsdoekje. Meet de breedte van de ondergeleider en zaag deze op maat. Tip: wordt de plissé-hoordeur aan de buitenkant geplaatst, haal dan van de strakke maat 4 mm af, zodat er links en rechts 2 mm naast de geleider over is voor afwatering. Verwijder de stickerfolie van de ondergeleider. Plaats nu de ondergeleider in lijn met de onderdoorpol. Meet nu de breedte van de bovengeleider. Haal hier circa 6 mm van af en zaag deze op maat. Boor nu op meerdere plaatsen in het midden van de bovengeleider voor. Plaats de bijgeleverde eindstukken op de uiteinden. Schroef de bovengeleider in lijn met de ondergeleider vast. Klik de meegeleverde clips op de achterkant van de plissé-hoordeur en verdeel deze gelijkmatig. Verwijder de stickerfolie en plaats de plissé-hoordeur eerst in de bovengeleider en daarna op de ondergeleider. Schuif de plissé-hoordeur nu tegen de zijstijl aan en druk deze krachtig aan over de hele lengte. Als extra bevestiging kunnen de clips ook vastgeschroefd worden op de zijstijl. Bevestig eventueel de meegeleverde handgrepen op de plissé-hoordeur. Je kan nu gaan genieten van jouw plissé-hoordeur. Heb je een vraag over hoe je moet meten? Lees onze meetinstructie op de website of bel onze klantenservice.